Nee, is dit de Pokédex? Hoi, lieve onderfamilie. En welkom weer bij een nieuwe onderdinsdag. En vandaag wordt heel speciaal, want ik ga iets nieuws aankondigen. Een nieuwe serie wat ik heb bedacht. Of in ieder geval eventjes een uitprobeerseltje voor jullie vandaag. Om te kijken of jullie het überhaupt wel leuk vinden. En wie weet gaan we er daar wel mee door. Maar we gaan het vandaag eens eventjes uitproberen. Dit idee is eigenlijk een beetje ontstaan terwijl ik in een WhatsApp gesprek zat met Alice. En in dat WhatsApp gesprek kwam Alice met een idee. En door dat idee kwam ik weer met een idee. En daar is uiteindelijk dit uitgekomen. En het heet de Mystery Box van... Dat zegt nog helemaal niks. Jullie zien het ook in de thumbnail. Maar ik ga het nu even uitleggen. Ik kies een YouTuber uit. Of misschien een bekend iemand. Of misschien een vriendinnetje of moeder of weet ik veel wat. Die gaat een Mystery Box voor me samenstellen. En dan vraag ik ze om wat spulletjes bij elkaar te zoeken. En dat hoeft niet per se iets met mij te maken hebben. Maar vooral van de YouTuber of van die persoon zelf. Ze mogen mij van alles opsturen. Sokken, kleding, snoep, andere vreterijen, speelgoed, gadgets. Ze mogen zo gek mogelijk doen. Dat sturen ze naar me op en dat ga ik vervolgens voor jullie dus unboxen. Daarbij laat ik ze een filmpje maken met wat hints wat er mogelijk in de box of in de tas of wat het ook zal zijn, zal zitten. En dan gaan we zien wat we allemaal tegenkomen. En ik vond het in ieder geval een heel erg leuk ideetje. Deze video wordt dus een uitprobeerseltje met Alice, omdat Alice mij geholpen heeft met het idee. Dit zijn de spulletjes die Alice heeft samengesteld. Ze heeft het zelfs genummerd. Mochten jullie Alice nog niet kennen, staat haar linkje van haar kanaal onder in de beschrijving. Het is een vriendinnetje van mij, maar ook een hele leuke YouTuber. Dus check dat zeker eventjes. Voordat we deze mysterieuze spulletjes van Alice gaan openmaken, ben ik heel erg benieuwd naar haar hints. Dus Alice, wat heb je voor mij in petto? Hey girl, hey! Vandaag geef ik jou een pakket vol met puntje, puntje, puntje. Jij weet het namelijk nog niet. En daarom ga ik jou 3 hints geven. Waardoor je misschien zou kunnen raden wat er in dit pakket zit. 1. Je gaat het sowieso vet vinden. 2. Er komt iets nieuws vanuit in november. En 3. Het is heel nostalgisch. Voor ons beiden. Veel plezier met uitpakken. Oké, dus we hebben hier 3 hints. Het is iets wat ik sowieso vet vind. Dus misschien is het wel iets van vet eten of zo. Of zit daar een soort van dubbele betekenis achter. En iets wat in november uitkomt. Ik zou het serieus niet weten. Misschien een film of zo. En als laatste was het, het is iets nostalgisch. Ik moet zelf een heel klein beetje denken aan Pokémon. En ik weet niet waarom, maar dat is omdat Alice gewoon heel erg van Pokémon houdt. En daar moet ik een beetje bij nostalgisch aan denken. Maar ik heb geen idee. En ze heeft de pakketjes heel spannend genummerd. Dit is nummer 3, nummer 1, nummer 4 en nummer 2. Nou, ze zitten nu dus niet echt in een mystery box, maar je moet de mystery box er een beetje bij verzinnen. Als ik ervoor kies om deze serie verder uit te gaan werken, dan maak ik zelf wel creatieve mystery box en dan stop ik die spulletjes van de YouTuber er gewoon in. We beginnen natuurlijk bij nummer 1. Het is een hele spannende, vrolijke envelop. Oh joh. Deze envelop zit weer vol met hele kleine cadeautjes. Oké, dit zit er dus allemaal in. Ja, we gaan ze 1 voor 1 maar gewoon af. Oh my god. Oh, wat lief. Oh, ik dacht het dus al. Het nostalgische. Kijk, dit is dus een gehaakte Pokéball. Hoe ontiegelijk schattig is dit. Super cool. Ik ben dus vergeten het kaartje te lezen. Dat moesten we dus eerst doen. Dus dat is een beetje dom van mij. Maar ik ga hem even voorlezen. Hey Dionne, Alice vroeg me om wat Pokémon gerelateerde dingen voor je te maken. So I did. Alles is zelf gemaakt. Zelfs de stempel op dit kaartje en het tasje. De oorbellen en ring zijn gemaakt van Fimo. Het tasje is te wassen trouwens, maar wel op 30 graden. De Pokéball is gehaakt door mijn moeder. De opbrengst hiervan gaat naar de stichting Hart en Tekens. Alles is te bekijken, ook non-Pokémon, op mijn Instagram, @entirelynails. En daar te bestellen via DM. Ik hoop dat je het leuk vindt, liefst Maaike. Dus de opbrengst van deze Pokéball gaat ook naar een goed doel. Echt heel erg leuk. Dolly, dat is niet de bedoeling. Die wil ik zelf heel graag houden, want die vind ik echt heel erg leuk. Mag ik hem alsjeblieft terug? Alsjeblieft! Nee! Ah. Begint in ieder geval al super origineel. Dus ik ga de rest even openmaken. Oh, wat vet! Oh, dit is wel super tof. Dit zijn dus super, super schattige Pikachu-oorbelletjes. Ik kan zelf alleen geen oorbellen in, want ik heb plugs. Heel erg tof. Oh, super schattig. Oh, leuk!
Oh, deze is zo leuk. Zo'n tasje die je vroeger meenam naar gym. Maar dan met allemaal supercoole Pikachu'tjes erop. Echt schattig. En hij is zo leuk geverfd ook. En dan hebben we alleen nog deze hele kleine lieve piepkleine zakjes. We zullen zien. Oh, wat leuk. Dit zijn dus dezelfde soort oorbelletjes, maar dan met pokeballetjes. Hoe tof. Heel tof. Oh, dit is wel zonde. Ik denk dat dit met het verzenden kapot is gegaan. Maar dit is dus een ring met een Pikachu staartje. Kijk, dit had hier aan gemoeten. Maar echt wel weer heel, heel erg origineel. Love it, leuk. Gaan we verder met de nummer 2. En dat is dit spannende pakketje. Oeh, oh ja, tuurlijk. Er zitten dus Pokémon kaartjes in. Woehoe! Oh, dit zijn trouwens Pokémon spelkaarten. Dat is wel helemaal leuk, want ik hou heel erg van potjes pesten. Ik zie wel dat dit echt de nieuwe generatie van Pokémon is. En ja, daar ben ik niet meer zo in thuis. En dat geeft helemaal niks, want Pokémon blijft hoe dan ook. Of het nou de nieuwe Pokémon of de oude Pokémon zijn, blijft hoe dan ook super vet. Ik ben wel benieuwd hoe die kaartjes eruit zien. Dus ik maak het zakje wel even open. Oh, kijk, super schattig. Zo wordt een potje pesten nog eens interessant. Eevee! Yeah! Super tof. Maar het wordt dus nu een heel klein beetje donker. Ik hoop niet dat het stoort. Ik heb het namelijk een beetje druk gehad vandaag. En ik had geen ander moment om deze video op te nemen. Dus vandaar. Het is een beetje laat en donker aan het worden. We hebben hier in ieder geval nummer 3. Dit is cool. Ik had niks anders verwacht, maar het is weer iets met Pokémon. Dit is vet. Dit is een officiële Pokémon mok. In de vorm van een supercoole pokebal. Dit zijn wel echt hele leuke spulletjes om te hebben. Ik ben hier gek op. Toen Pokémon uitkwam, toen was ik een jaar of 9 à 10. En toen was ik er helemaal gek van. Dus het is echt heel erg leuk dat ik dit allemaal nu heb. Als allerlaatste. En dan ben ik heel erg benieuwd naar de hint. Want er gaat iets in november uitkomen. En misschien heeft dat wel met Pokémon te maken. Is dat niet dat horloge, zeg maar, van Pokémon Go? Ik weet het niet. Maar ik ben benieuwd. We gaan hem openmaken. Ik laat me maar gewoon verrassen. Ik denk, Alice kennende, dat ze het beste voor het laatst heeft bewaard. Dus dit zal wel de klapper worden. Wat is dit? Wow, wat is dit? Wat? Wat is dit? Ik heb hier nog nooit van gehoord, jongens. Waarschijnlijk denken jullie allemaal van, oh ja, dat is dit, maar... Hè? Ik heb geen idee. Oh, kijk, er zitten weer hele lieve Pokémon oorbelletjes bij in de doos. Pokémon oorbelletjes, maar wat is dit? Wat is dit? Dit zat dus ook nog in een doosje en deze is zo leuk. Als ik zeg maar zo'n gaatje in mijn telefoon had, had ik hem daardoor ingestopt. Want hoe cute is dit? Pika, pika! En deze. Die komt zeker aan mijn sleutelbos. Alice heeft wel van tevoren gezegd dat er iets bij zou zitten wat echt heel erg geschikt zou zijn voor een leuk of meuk. En ik verwacht dat dit het is. Maar ik ga eens even lezen op de doos wat het nou eigenlijk is. Want ik zou eerlijk gezegd geen idee hebben. Is dit een Pokédex? Nee, is dit een Pokédex? Nee joh, niet. Volgens mij is het een Pokédex. Is dit echt een Pokédex? Zijn er Pokédexen te koop? Wat is dit? Volgens mij is dit echt een Pokédex. Ja, het is een Pokédex! Ik weet het nu zeker, kijk! Het is een interactive Pokédex. Alice, je bent geniaal. Dankjewel. Ik heb een Pokédex. Dit is een Pokédex met 450 plus Pokémon. Meer dan 1300 quizvragen. Je hebt zelfs een trainercamera functie. Ik probeer Alice anders even te bellen. Dan kunnen we kijken of zij meer uitleg heeft over deze Pokédex. Heel tof. Hallo, met Alice. Ik ben er even niet en ik ben een beetje schor. Oh. Maar is het leuk? Jammer. Ik weet zeker dat deze Pokédex super vet gaat zijn. Maar ik wil hem nu echt niet openmaken en gaan testen. Want dan wordt deze video ook veel te lang. En ik wil hier gewoon aandacht aan besteden. Dus ik ga dit gewoon doen. Niet bij mijn volgende Leuk of Meuk, maar de Leuk of Meuk erop. Dus dan kun je deze Pokédex verwachten. Echt heel erg blij mee. Ik vind het echt hartstikke leuk. Ik ben blij verrast. Maar ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie van mijn serie Mystery Box van vinden. En of ik dit vaker moet doen. Nu was het Alice, maar dit kan ik bijvoorbeeld doen met Jill, met Kai, misschien met Bardo.
of weet ik veel wat wie. Lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Maar laat eventjes onder in de reacties weten. Als je de infokaarten aanklikt, dan komt er een poll tevoorschijn. Kun je stemmen of ik met Mystery Box van moet doorgaan of niet. Of dat jullie denken van nee, probeer wat anders. Vergeet natuurlijk niet om een hele dikke duim omhoog te doen. En om natuurlijk om mijn kanaal te abonneren. Om bij de o zo leuke, gezellige, supervriendelijke onderfamilie te horen. En dan zie ik jullie aankomende vrijdag natuurlijk weer met een hele nieuwe leuke of meuk. Zeg maar doei Dolly. Dus tot ziens. Dikke doei. Toedeledokie. Tot de volgende keer. Doeg!